Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Van den Bos. Vandaag luisteren we naar de laatste woorden die Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. Deze woorden: de prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Vandaag sluit u de overdenkingen af over dit machtige hoofdstuk dat apostel Paulus schreef over de betekenis van de opstanding van Jezus Christus. God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De overwinning. Zo noemt Paulus de opstanding van Jezus Christus. Ja, de overwinning op Satan, de overwinning op zonde, de overwinning op de dood. Satan had alles op alles gezet om Jezus, de Zoon van God, uit te schakelen. En hij leek ook even te slagen in zijn duivels plan. Jezus werd veroordeeld als een oproerkraaier. Hij werd veroordeeld om gekruisigd te worden. Jezus werd wreed vermoord. De volgelingen van Jezus zaten in zak en as bijeen. Maar bij het aanbreken van de derde dag gebeurde dat machtige wonder. De engel die afdaalde uit de hemel en de steen van het graf wegrolde. Jezus die uit het graf opstond. De dood was voorgoed verslagen. Satan had definitief de nederlaag geleden. Wat een dag, wat een gebeurtenis. God zij dank, Jezus overwinnaar. Paulus zet in de verse die we vandaag overdenken een extra stap. Die overwinning wordt jou en mij gegeven. De overwinning die Jezus heeft behaald, houdt hij niet voor zichzelf. Het is geen trofee die in de kast wordt gezet en waar Jezus van tijd tot tijd zelf nog eens naar kan kijken. Nee, Jezus geeft jou en mij die overwinning. Jezus geeft jou en mij de opstanding uit de dood. Mijn kind, hier, neem het maar aan, wie je ook bent en hoe je leven ook is geweest, of hoe het ook zijn zal, en of je nou goede of kwade dingen hebt gedaan in je leven, ik geef jou de overwinning. Ik geef jou de opstanding uit de dood. Wat een heerlijke boodschap. Jezus haalt de overwinning niet voor zichzelf, maar deelt haar uit aan jou en mij. Wij, die dood waren door onze opstand en rebellie tegen God. Wij, die zo ongehoord hoogmoedig zijn en onze eigen gedachten volgen. Die onze eigen afwegingen maken voor onze keuzes in het leven. Wij, die menen dat wij zelf het leven bepalen. Dood, zegt de Bijbel, door rebellie tegen de Schepper. Jezus Christus, die gestorven is, begraven is, maar ook is opgestaan, geeft jou en mij de overwinning. Niet voor niets roept Paulus het opgetogen uit. God zij dank. Alsof Paulus nog één keer het bekende paaslied meezingt. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Het verraste me om te zien dat Paulus nog niet uitgesproken is. Paulus gaat verder en wijst op een consequentie van de opstanding. Daarom, en daarmee wil Paulus zeggen, juist omdat je door onze Heer Jezus Christus de overwinning hebt ontvangen. Daarom moet je standvastig zijn. Omdat je de overwinning hebt ontvangen, daarom moet je onwankelbaar zijn.
omdat je de overwinning ontvangen hebt. Daarom moet je altijd overvloedig zijn in het werk van de Heere. Standvastig, onwankelbaar, overvloedig zijn. Bij de eerste twee woorden, standvastig en onwankelbaar, denk ik al snel aan een gebouw. Een gebouw met een goed fundament en een goede structuur. De tijd die we in Guatemala en Costa Rica woonden, hebben we gemerkt hoe belangrijk deze woorden waren voor de gebouwen waarin je verbleef. Zomaar kon zich een aardbeving voordoen in dit gebied. Gebouwen die niet standvastig waren en die wankelbaar waren, stortten in, met alle gevolgen van dien. Je moet dus goed standvastig zijn, onwankelbaar zijn. Waarin dan? Nou, in het geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daar schrijft Paulus in dit hoofdstuk uitgebreid over. Laat je niet van de wijs brengen door mensen die beweren dat opstanding uit de dood helemaal niet kan. Houd vast en wees onwankelbaar. En juist dan kun je overvloedig zijn in het werk van de Heere. Overvloedig zijn, overlopen van het werk van de Heere. Dan kun je deze woorden op twee manieren lezen. Je kunt denken aan overvloedig zijn in het werk dat de Heere in jou en mijn leven heeft gedaan. Dat de Heere je uit het donkere dal heeft getrokken. Dat de Heere je hoop en toekomst heeft gegeven. Verlossing, redding. Zo zou je de woorden van Paulus kunnen uitleggen. Toch denk ik dat Paulus hier meer denkt aan jou en mij als arbeiders in Gods Koninkrijk. Juist omdat je de overwinning van Jezus ontvangen hebt, kun je lichtdrager zijn. Doordat je de overwinning van Jezus ontvangen hebt, getuigt jou en mijn leven van het nieuwe leven dat ons leven is binnengedrongen. Paulus schrijft meteen aansluitend over de collecte voor de armen in Jeruzalem. Zo mogen de christenen in Korinthe meebouwen aan het Koninkrijk van God. Een voorbeeld van dat nieuwe leven dat door de opstanding van Jezus is aangebroken. Een leven waarin je liefde laat zien. Liefde van God voor mensen. Vandaag de dag kan dat heel concreet, juist ook in coronatijd. Een telefoontje naar die andere die zo eenzaam is, omdat hij of zij geen bezoek meer mag ontvangen. Een luisterend oor zijn voor die man of vrouw die zoveel jaren hard heeft gewerkt om een eigen bedrijfje op te zetten. En die nu zijn of haar levenswerk ziet instorten. Een bemoedigend woord doorgeven aan dat gezin dat onderling spanningen ervaart. U zal een heel aantal weken de beperkte ruimte van het huis moeten delen en behoefte hebben aan wat lucht. Of door een bloemetje te laten bezorgen bij mensen die een blijk van meeleven goed kunnen gebruiken. Overvloedig zijn in het werk van de Heere. Het werk dat de Heere is begonnen. Zo, ja zo zal de wereld zien dat het Pasen is geweest. Zo zal de wereld beseffen dat Jezus de overwinning geeft. Iedere dag weer. Laten we samen met elkaar bidden. Trouwe God, machtige Vader in de hemel, wij danken u. Dank u voor de woorden die we ook vanmorgen mochten horen. Op welk moment van de dag we deze woorden zullen beluisteren. Wij danken u voor dat geweldige wonder van Jezus Christus, uw Zoon, die uit de dood opstond. Dank u wel dat we daar de afgelopen tijd met elkaar over mochten nadenken. Wat een boodschap.
U zij de glorie, U zij de victorie, nu en immer meer. Dank U wel, Heer Jezus, dat wij die overwinning door U mogen ontvangen. Dank U wel, dat wij standvastig, onwankelbaar mogen zijn. En dat wij altijd overvloedig mogen zijn in het werk van de Heere zelf, in uw werk. Geef ons daarvoor de kracht. Geef ons daarvoor de inspiratie. Laat ons deze dag een teken mogen zijn van uw hoop, van uw licht, dat u ons hebt gegeven. Amen.